Daar is hij dan al, jongens. Een superveel aangevraagde video. Echt niet normaal hoeveel DM's ik hierover heb gehad. Maar daar is hij dan. Was voor mij ook een van de leukste video's om te maken. En een video waar ik me al jaren op verheug om te kunnen maken. Dus eindelijk kon ik hem maken. Het was wel zenuwslopend. Aan het begin was ik echt heel slecht in hoe ik het moest vertellen. Dus de eerste beelden zijn ook nog een beetje cringy of zo. Ik wist echt niet hoe ik het moest aanpakken. Ik vond het zo ongemakkelijk en ik ben echt een open boek. Ik ben nu vandaag precies 16 weken zwanger, als jullie dit zien. En ik ben zo blij dat iedereen het nu weet, dat het oud in die open is. En dat ik niet meer hoef te liegen, want zo voelt het voor mij. Ik heb helemaal niks met het hebben van zo'n geheimpje. Ik vind het heerlijk dat iedereen het weet, al mijn dierbaren, de hele wereld. Echt, I love it. Ja, ik heb geprobeerd heel goed te knippen in deze video, want anders duurde die heel erg lang. Maar ik wilde ook weer niet te veel wegknippen, zodat jullie wel echt eventjes een leuke indruk krijgen van hoe het was om het te vertellen. Maar goed, ik ben dus zwanger en nu gaan jullie kijken naar de video waarin ik het iedereen ging vertellen. Dus veel plezier. Heb je nog plek in de koelkast voor deze? Waar jullie vanavond hebben? Ja, lekker. Een speciale wijn. Ja, ik zie het. Ja, maar ze lacht er heel vreemd bij, dus ik weet niet. Loes, kijk even naar die fles. 0.0, ja. No calorie. Staat er iets speciaals op? Ja, hij is 0% alcohol. Ja, dat had ik gezien. Oh, ik wil oma. Wacht even. Oh, wanneer weet je dat dan zeker? Nou, het was heel kort. Ja. 4 weken. Ja, we hadden ook niet zo snel verwacht dat het in één keer raak was. Gefeliciteerd. Wauw. Ik was een beetje zenuwachtig. Was je zenuwachtig? Dacht je dat we zouden zeggen, potverdomme? Nee, ik denk van ja, je wil geen alcohol, je drinkt dit niet. Ze wil zo vaak dingen niet. Ja. Nou, dat was niet gek. Nee, nee, ik was daar niet van onder de indruk. Echt wel. Geweldig. Ja? Ja, super. Stikje? Een beetje. Ik vind het ook leuk, omdat ik weet dat jij het ook wel leuk vindt. Ja, ja, weet je, als het niet had gegaan, dan had het niet gegaan. Dan houdt alles op. Ja. Maar ik had er wel pijn aan. Oh, het raarpje. Het enige stom is dat ik super mis heb. Hoe komt dat? Heb je het lang niet gegeten? Of van de warmte? Zwanger. Niet! Ja. Echt niet? Ja. Niet! Oh my god! Ben je zwanger? Ja, heel kort. Hoe dan? In één keer. Oh mijn god! Dat was het! Nu staan we achter de lamp. Hallo! Heel kort hoor, ik ben de hele tijd zo zenuwachtig als ik het moet zeggen. Maar het is echt net. Net was. Hoi joh! Vertel me alles! Wow. Maar ik snap echt niet hoe mensen dit verborgen kunnen houden hoor. Ja, ik vond het ook wel moeilijk. Ik wou het echt al bij de eerste seconde zeggen. Ja. Je ziet er goed uit wel hoor, vind ik. Hoe voelde je? Nou, sinds gisteren ben ik dus voor het eerst een beetje shaggy en nu toevallig een beetje misselijk, maar het komt denk ik ook door de lange autorit. Ik ben helemaal een soort van nevergestelijk hoor, wat je zei. Maar tieten doen zo pijn, weet je dat ook? Mm-hmm. Knuffelen doet echt pijn. Ik heb nu zo'n strakke sportbeen. Ja, ik ook. En als je wakker wordt, dat je echt denkt, oh, ik moet echt mijn tiet vasthouden gewoon. Ja. Oh, ik heb dus nul stress. Wil je weten wat het wordt? Ja? Denk jongen. Je bent gewoon ik zo zwanger. Ik zit echt een soort van naar je te kijken. En mijn daddy. Nou, Charlotte. Wat lekker, Charlotte. Ja. Heerlijk. Kijk eens wat Charlotte meegenomen heeft. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wat zou erin zitten? Oh. Hier. Oh. Schuim. Lekker, joh. Nou, ik doe even de ijskast. Maar je moet even kijken of je je eten wel lekker vindt dan. Moet ik hem eten? Kan? Ja. Voor mij, wat is dit? Een slang. Ja. Gewoon weer zenuwachtig. Ik vond het heel spannend om te vertellen. Heb je opvliegers? Ik heb wel hormonen. Gefeliciteerd, schat. Dank je. Wat leuk voor jullie. Ja, ik ben heel blij. Ik dacht, komt erna de slang? Je bent de eerste die de test ziet. Ah, dat is het bruin allemaal. Van een bossenbol. Hoeveel maanden ben je dan? Nee, heel kort, 4 weken. Oh, je moet het tegen niemand vertellen. Maar mama weet het dus. Mama weet het al. Ja, want zij, ik had haar verteld dat we dat weekend zouden gaan proberen.
Maar ik wou het jou wel in het echt vertellen, omdat jij wel in Nederland bent. Ik moet dat wel maar zien. Dan mogen het ook die oogjes, want ze weet dat ze niks mag zeggen. Wel braaf. Heel zei, Eline gaat sowieso de mond voorbij praten. Ja, Chico, jij mag ook niet je mond voorbij praten. Papa gaat haar bellen. We gaan mama bellen, want zij hebben elkaar nog niet gesproken. Ik denk dat ze het allebei weten. Hi. Ze had een bossenbol voor me meegenomen. En toen dacht ik dat er een of andere gummislang in zat of zo. Dus dan haalde ik een plastic zakje met die predictor dinges eruit. Predictor. Hoe heet het? Zwangerschapstest. Ja. Ja. Dus toen wist ik het eigenlijk al, want ik zag een stukje blauw. Ik leef hier al een paar weken mee. Je zei half juli, ik ben nu vruchtbaar en we gaan het nu doen. En toen had jij iets van, het is meteen raak. Ik dacht, nou dat kan niet. Nee. Daar was ik wel echt verbaasd over hoor. Ik ook. Meteen raak wel. Ja. En voel je het hart al kloppen? Vanaf vandaag ongeveer is het hartje er of ergens deze dagen. Het is morgen een pompoenpit. Ze moet zo kolven, joh. Pompoenpit? Heel klein nog maar. Ja, maar er zit wel een zakje omheen en een dooier zak en zo. Dat heb jij je telefoon raar, joh. Ja. Toen ik het jou vertelde was het nog erger. Wat? Toen was ik je 3 minuten lang die test aan het laten zien. En jij was alleen maar aan het vertellen dat je pizza ging eten in Canobio. Hey, ik wil nog leuk voor jou, dat wil ik ook vloggen. Waarom? Waarom nou weer? Leuk hè? Waarom? Vlog ik wel? Ja. Je wordt groot van. Oh. Zit je nou wel in beeld? Dit is voor jou. Niet. Ik had zoveel zin om wat aan jou te vertellen. Oh, ik moet huilen voor het eerst. Nou, ik vind het zo grappig dat jij het net vertelde, maar ik mag die niet. Die rauwe zalm van jou. Jij wilde dat ik die rauwe zalm ga eten. Oh mijn god, hoe lang? 9 weken. Zo? Ja. Het is de eerste keer dat ik moet huilen. Ik wist dat jij het heel leuk zou vinden. Is dit van jou? Je denkt, het is van iemand anders. Ik zweet en ik hou. Ik mag dus uit voor de vakantie echt gemaakt. Al die lekkere dingen hier. Oh, dus daarom wil je even kijken voor de sushi. Ja, het is toen we naar zo'n festival gingen. Nou, daarna. Ja. Ja, 9 weken. Gaat snel, hè? Hoe voel je je? Vandaag is de eerste dag dat ik me weer een beetje mezelf voel. Echt? Ik was echt nul bubbly. Oh. Ja, je ziet echt niks. Ja, wel. Dit is een baby. Volgende week krijg ik nog een echo en dan kan ik beter zien. Dit is de eerste. Dit is vorige week. Ik was vandaag voor de intake, ik was niet bij de tandarts. Leuk, hè? Oh, dat is gewoon van jou. Ja. Dat was in 1 keer raak. We dachten, we gaan vanaf nu gewoon proberen. We pakken gewoon de draad weer op waar we zijn gebleven. Meteen. Oh, shit. Oh, ik heb helemaal een plasje hier. Hoe oud wordt hij? Hij is 37. 37. Een mooie leeftijd, nog net voor de 40. En als je zou trouwen, wanneer wil je dat dan? Moet het nog jaren duren? Dan zijn je kinderen, als je aan de kleuterklas staat, ben je 40 jaar. Op tijd die pizza bestellen, hè? Want anders krijg je hem zo laat. Ik heb nog een cadeautje. Maar ik heb het niet ingepakt. Nee, hoeft ook niet. Oh. Jezus, wat is dit nou? Oh, wat is dat voor moois. Ben je zwanger? Je kidding. Echt? Oh, te gek. Nou, dan ga je toch trouwen? Ik heb net deze echo gehad. En wat is het? Weten we nog niet. Oh. Sinds wanneer ben je zwanger? 10 weken. God, dat is al ver.
Oh, dus het eerste kleinkind is onderweg. Echt te gek. En dit is een kaars voor jou. Jeetje, wat een mooie kaars. Prachtig. Oh, wat een leuk. Wat leuk. Gefeliciteerd, meisje. Onthoud één ding, dat hebben ze mij nooit verteld. Dat een kind krijgen ontzettende pijn doet. Ja, dat weet ik. Ja? Hoe weet je dat? Ja, dat zegt iedereen. Oh, tegen mij hebben ze dood verteld, dus ik ben me doodgeschrokken. Kijk wat erop staat. Heel, hoe oud ben je geworden? Ik denk 37. 37. Hallo. Kijk, jullie moeten kijken. Hallo. Die er op de taart staat. De taart van Amberlaan. Oh, je moet heel dichtbij komen, want zie je dit. Dat is een beetje niet leuk. Oh, ik ben zwart. Ja, ik heb hem zo vermoeden. Nee, nee, nee. Rick is aanvoeren. Oké, okay, ik snap hem ook. Echt? Oh. Ja? Serieus? Nou! Jeetje! Gefeliciteerd! Nou ja! Ik heb een zoutsteen. Ja, dat is echt. Zijn. Nou, ik vind jou dus echt een hele goede moeder. Oh, thank you. Oh jeetje, ik vind het heel gaaf. Ik wil dat je dit heel graag ook persoonlijk vertellen. Ja, ik vind het heel bijzonder. Nog nooit heb iemand het zeg maar zo verteld aan mij. Nou, ik vind het echt leuk. Hoe voel jij je? Nu heel goed. Ja? Was het heftig, het begin? Ja, het ongeveer. Wij lopen nu in Utrecht. Prachtig weer vandaag. Kijk, zo leuk. Jeffrey. Ja? Oh! Oh, nee. Grapje. Nee, dat zijn toch... Ja. Niet waar. Nee, ik heb het niet bedacht, hè? Nou, pas. Dus wat, hè? Dat is wel even mooi met die camera, hè? Fijn, dankjewel. Ik blijf gewoon filmen. Gefeliciteerd, Nou ja, stel dat voor even. Mooi geheim gehouden. Ja, hè? Ja, nou mensen, dat gebeurt hier allemaal live in Utrecht. Dat is toch fantastisch. Ik moet even een flesje optrekken, hoor. Ga je hem vertellen, toch? Je weet een beetje hoe dat gaat. Susanna is going to teach me something Mexican. Oké, okay, I say it in Dutch. Oké, okay. En hij vanavond translate. Vanavond eten we truffelpasta. Hoy en la noche comemos pasta con truffles. Next. Susanna wordt tante. Oeh. Ja? I become aunt? Ja. Susanna? Susanna? Va? Va? A?
A, zeg. Oh my god, too difficult. Oké, okay, nou, something different. Charlotte is zwanger. No, is het dan? No, really? No. Oh my god. You're going to be it. Oh my god. No. No. Oh my god. This is the head. Oh. Oh, I'm so happy. Oh. Already 3 months. Yeah. No. I can also really see it already. Yeah. Oh my god. This is crazy. I'm the first one. I was not the first one. Grandchildren. I also want to tell Maaike, but she never has time. Oh. Yeah. You're going to be aunt. Yeah. Yeah, you're going to be aunt. You're family of this baby. It's so special because I don't have so much family. Oh my god. And it's so like only talk Dutch. I can only talk Dutch to the baby. Oh my god, the name's Oh. Hi. Hi. Hello. How are you, ma? Ah. We moeten met z'n drieën heen. Oh, nee! Oh my god, wat een knever. Nee, maar is het een gat? Nee, wacht even. Nee, ik geloof niet. Is het een gat? Nee. Nee. Oh, ik ga niet huilen. Nee, nee, geen gat. We lopen nog geen gat. Oh my god, ik ga huilen. Ik wist dat ze zou gaan huilen. Is het dan echt zo? Ja, maar jij kan nooit afspreken, dus ik doe het nu maar zo. Oh, ik ben heel emotioneel! Ik ben echt nog echt geweldig! Ja, weet ik! Geweldig! Oh my god, ik ben hier zo! Ik was verdomme! Ja. Oh nee, ik vind het echt zo leuk, los! Oh, ik ben gefeliciteerd, ik vind het echt fantastisch! Oh, mag ik het aan mijn moeder vertellen? Wat is het? Kijk, het is wel heel zwaar! Nog een half jaar! Ja! Dankjewel, schat. I think it ends with you and Maaike meet the baby. You're just gonna cry. Oh my god. Really hard. I think it's so special when a family member gets a baby. It's never happened to no. me. No. You're both going to be aunt for the first time. Now we really have to meet. Yeah. I'm stalking everyone. And also people said, why do we have to meet now? Come on. I have no time. I was like, no, I have to meet everyone. Hi. Hoi. Maar ik wil wat laten zien. Ik kan het niet goed zien. Je bent je? Ja. Oh, wat geweldig. Leuk. Oh, wat heel leuk. Ja, heel leuk. 7 april. 7 april was het nog een sick zusje. Echt? Ja, ik denk jongen. Ja? Ja. Oh, wat geweldig. Ja. Heerlijk voor je. Of het zeg maar dat jullie daar samen dat vieren. Ja. Dat denk ik ook. Ik vind het heel jammer dat ik het niet aan opa en oma kan vertellen. Nee, en als het dan... Nee. Hey. Hey. Super random. Jij denkt waarschijnlijk waarom belt ze mij? Ja, denk ik. Maar prima, ik vind het best leuk om even te bellen. Ik was met Susanna. Oh, leuk. En hoe was het? Heel leuk, maar ze is net weg. Maar ik had haar wat laten zien en dat wil ik jou ook laten zien. Oh, wat dan? Oh, nee. Ja. Ik dacht, ik moet wel even bellen, anders vind ik het echt stom. Oh my god! Wat mega leuk! Oh ja. Mijn god! Eerste baby! Oh, zo leuk! Ja. Oh mijn god! En hoe lang al nu? Ja, 3 maanden al. Oh, vind jij toch ook zo leuk? Ja, ik vind het echt te leuk. Maar... Ik was al helemaal bonusmoeder en zo. En, Ja, maar ik wil het al mijn hele leven, dat is echt mijn grote droom. Ja, dat snap ik! Ja. Oh mijn god! Weet je nog, ten
jongetje of meisje ik weet het weten of niet, of was? Ja, volgende week zondag, want ik wil het echt weten. Oh, oh mijn god, dat lijkt me zo. Oh, sorry, is want ik ben echt helemaal. Hallo. Meest random ooit, maar ik wou even wat laten zien. Oh, oké. Okay. Nee. Oh, wat ben jij dit? Dit is mijn baby. Leuk, hè? Ah, oké, okay, heel leuk. Maar je bent zwanger, oh my god, ja, dus ik vond het wel bijzonder, want volgens mij ben ik de eerste, zeg maar, van onze generatie. Ja, ja, sowieso toch? Oh my god, zo leuk, schat. Je bent heel leuk, ja. Wel gaat lachen, dat is haar. Vertellen. Maar er zit hier ook een kat. Kom hoi. Hey, hallo, how are you? Ik heb een baby. Jij? Echt waar? Gefeliciteerd. Nee, met mij hoor. Nee, echt waar? Ja. Ben je het? Ja, ik zie het. Gefeliciteerd. Dank je wel. Leuk, sinds wanneer weet je dat? Nee, gefeliciteerd. Ik ben al 3 maanden. Nee joh. Oh. Hij begrijpt het gelijk. Met je haar trouwens even geverfd of zo. Ik? Nee. Hé, maar wat een leuk nieuws. Ja, hè? Kom ik toch niet voor. Nee, dat had ik al van dag week 1 eigenlijk al in de gaten, dus dat was niet zo moeilijk. Dat zei ik al vanaf het begin tegen je. We hebben het geprobeerd, maar zo nee. Niet. Nee, hij wil mij weer terughalen. Ja. Ja, als dat lukt, dan is het wel blij mee. Ja. Ik krijg hier een gejank en gekregen. Ja, daar heb ik het al van. Maar luister, ik heb ze van de week, ze is net vertrokken naar Curaçao. Dus ik krijg de kleinkinderen om te beuren. Ik ga het over werk vertellen met dit. Wil je dan even daar staan, dan wil ik je dat laten zien. Ja? Ja, je ogen dicht doen. Je mag kijken. Oh nee! Ik ga het vandaag vertellen. Oh, gefeliciteerd! Ja. Dus oh, ik heb al tranen in mijn ogen ervan. Och, wat schattig. Ja. Je ziet alles. Hè? Ja, je ziet echt alles. En ik, door dit denken dat het een meisje is. Oh, zo'n ja, het zijn er schaamd. Dus ik ga nu koekjes voorbereiden om het even boven straks te. Oh, wat leuk! Hallo! Hallo! Ik wist niet waar jouw kamer was. Ik dacht dat dat naast mij was of zo. Wat moet je doen dan? Oké, en nu naar voren kijken. Zo, wat? In de camera of naar nee, de koekjes? Nee, ergens daar. Ja, 3 maanden. Ik had eigenlijk gezegd, hé, helemaal gek. Ja, ik ben dit aan het maken. Ik dacht, ik ga het zo boven zetten. Oei. Ja, wel goed. Nee, dan ga ik koffie drinken. Het is maar heel kort. Het is maar heel kort. Oké. Maar ik wou je ook even in mijn vlog en ik wou het even persoonlijk zeggen. Oh, wat dan? Hier is mijn vlog. Hi. Wat is het? Gefeliciteerd. Dank je. Gaat het goed? Ja. Oh. Ach, wat leuk. 3 maanden al. Jeetje, Charlotte. Lekker weten. Ach, oh, kijk, schattig. Ja, en mijn moeder wordt de oma. Oh, cutie. Cute, hè? Maar nu hebben we nog maar heel kort verboden, volgens mij. Oh, 5 minuten. Ja, ik dacht in de middag is er niemand boven, dus dan doe ik het nu, toch? Ach, superleuk. Wow, spannend wel, of niet? Zal ik het doen of niet? Natuurlijk. Is het niet te gehaast? Natuurlijk niet. Nee? Misschien gaat het toch niet? Wel. Oh, ik kan het niet meer terug. Zal ik dat gaan? Ja. Nee. Ik vind het zo crazy. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen. Gefeliciteerd! Ja, dank je. Nou, Charlotte! Hoe ver ben je al? 3 maanden. Gefeliciteerd, wat leuk! Juf is zanger. Zanger! Zanger? Zwanger! Zwanger! Juf is zwanger, weet je wat dat betekent? Ja. Wat dan? Een baby! Ja! Zal ik jullie even de echo laten zien van de baby? Nou, dat is wel even leuk. Ga ik dat even pakken? Ik 3 maanden. Ja, dat mag je zeggen. Ik heb een baby net leuk. En deze baby de oma. Ja. Baby. En dan mogen jullie wel even zo de koekjes uitdelen. Oké, Ro. Ja? Wat vraag jij mij al 3 keer vandaag? Of je zwanger bent.
Zij vraagt mij gewoon al 3 keer vandaag of ik zwanger ben. Ik denk ook ergens, ik het hoop en ik denk sommige kijkers. Ik ben zwanger. Wat een leuk Nee, je lult. Ja, echt. Maar ik wou het filmen, dus ik moest liegen. Ben je serieus? Nee, jij bent letterlijk de enige op aarde die het heeft geraden. Je maakt een grapje. Nee. Rody, waar je nooit ziet, is de enige op aarde die heeft geraden. Ik heb wel 30 keer gezegd dat je zwanger bent. Letterlijk het enige. Ik zei het ook gewoon. Ik zei, je bent zwanger, hè? Meteen. En jij zei gewoon nee. Ik vond het zo moeilijk om te liegen, want ik kan het niet. Ik denk, je ziet dit dat ik meen lieg. Je niet. En daarna dacht ik dat je een grapje maakte van, ik heb gewoon... Ben je zwanger? Ja. Oh, schat. Echt? Je bent de allerlaatste aan wie ik het kon vertellen. Oh, schat. Het meen je niet. Dit was maandag. Oh, je ziet ook echt al het hoofdje. Ik dacht nog, als je nu zwanger bent, zou het heel grappig zijn. Want ik heb zelfs echt mijn hand op je buik en ik deed zelfs, je bent zwanger. Zij was helemaal, ze blijkt maar doorgaan. Ik heb het al 5 keer gezegd of zo. Dit is niet normaal. Oh, ik ben zo blij. Hoeveel weken ben je? Het is 13. Echt 10 centimeter. Nee, 70. 10? Zondag weten we wat het wordt waarschijnlijk. Ja, ik heb natuurlijk van mezelf al wel buik, maar het is nu wel echt... Oh, ik voel een been. Ja, dit is... Het is sinds 2 dagen zit hier, dus het is de baarmoeder. Ja. Ik voel een harde rand. Ja, dit heb ik net letterlijk vanochtend gezegd in mijn vlog van. Sinds 2 dagen heb ik een harde rand. Dit is maar zo het was zo leuk. Grappig dat jij het zei. Ja, toch zie je het dan aan iemands gezicht of zo. Zou best, maar ik dacht verbaasd me dat niemand het heeft gezien. Het. Ik voel het. Ik heb het gevoeld, denk ik. Ik vind het wel heel leuk dat ik... Ja, ik vind het zo leuk dat jij juist, mijn allerlaatste filmpje bij jij, mijn beste vriendin uit Amerika, dat die het als enige aanvoelde. Ja, hoe dan? Gewoon direct ook. Je wordt gewoon mama. Ja, ik kan me wel herinneren, een paar maanden terug, dat je echt zei, ik wil heel graag moeder worden. Dus ik denk, dat had ik al een beetje in mijn hoofd en het gaat dan heel goed met jou en haar. Nee, ja, geen rosé voor jou dus. Nee. Ja, dat is wel jammer. Ik dacht, dat is wel jammer. Gaan bijna. Ik zou, oh, zo vroeg. Gaan bijna. Nee, ik neem nog even koffie. Jij zo, ook moet je er geen maar jij bent koffie. Letterlijk de laatste en ik was zo blij dat ik het jou ook in het echt kon vertellen. Een harde buik. Ja, hier zit echt niet zo. Oh, ik ben tante Roo. Jij bent ook de eerste die tegen mijn buik heeft gepraat. Ik denk dat je een jongetje krijgt. Ik denk ook, dacht ook een jongen, maar op de echo is het waarschijnlijk een meisje. Ja? Ja. Zondag weet ik het. Een meisje. Stiekem vind ik dat wel. Oh, je krijgt een dochter. Nou, denk. Ik dacht ook ik een jongen. Ik kan het niet geloven. Geweldig, hè? Ja, ik ben heel blij. Ja. Ik ben echt heel blij. Zo leuk. Heb ik überhaupt een huggy gegeven? Oh, ga je nu huilen? Huilen. Je gaat zo een goede moeder worden. Oké, dat was het dan. En vergeet zeker niet mijn kanaal te blijven volgen, te abonneren voor alle andere zwangerschapscontent en vlogs die eraan komen. Dus bedankt voor het kijken en tot bij de volgende. Doei!